Wat ik elke dag doe, is naar de kooi lopen. Ik maak de kooi open. Nu kwamen er geen vogels op mij af. Na een paar seconden denk je, hey jongens, dat kan toch niet? Ik heb geen vogels meer. Hoe kan dat nou toch in godsnaam? Je weet niet wat ermee gebeurd is met die vogels. Zijn ze in een kooitje gestopt of zomaar in een zak en dan meegenomen? Wie weet waar naartoe? Dat is desastreus voor een oude kanarie. Ik ben er echt beroerd van geweest. Ten meer omdat ik weet dat die vogels het eigenlijk niet zullen redden. Waarom niet? Omdat die gestrest raken. En die vogels zitten al zo lang bij mij in het hok. Een vogel die al jaren in deze kooi zit, boven de 5 jaar is. Ja, dat is net als met een boom. Die moet je niet verplanten. Dat redt zo'n beestje niet. En dat maakt me juist zo kwaad.